Dames en heren, jongens en meisjes, we zijn weer terug met een nieuwe video. En ik ben best wel enthousiast en dat mag ook wel. Dat mag ook wel. Kijk, moet je altijd enthousiast zijn. Geloof me, je moet altijd blij zijn met iedere dag die je weer mag meemaken. Maar goed, we houden het even op een ander soort manier positief. Waarom? Omdat ik namelijk iets ga kopen vandaag. En dit is iets wat ik al een tijdje wil kopen in Dominus Lifting Simulator. Alleen vandaag is dan de dag aangebroken dat ik het ook echt ga doen. De vorige keer heb ik natuurlijk de Holy Dominus gekocht. En verdammenis, snap je hem? Nee, grapje. Wat ziet er episch uit? Hij is mooi. Hij is echt super dik. By the way, ben jij ook super dik? Niet letterlijk. Als het nou wel zo is. Nee, gaantje. Nee, ben jij een baas? En ben jij fan van mijn filmpjes? Vind je mijn filmpjes leuk? En ben jij een baas? Die combinatie samen. Geen normale baas, maar een opperbaas. Zorgt er natuurlijk voor dat jij binnen 3 seconden een like kunt doen. Als je dat niet kunt binnen 3 seconden, is het niet erg. Maar als je het wel kunt, dan moet je het natuurlijk wel even laten zien. Doe een blauw duimpje omhoog op de video. En laten we lekker gaan beginnen. Ik heb dus een super epische Dominus in mijn handen. De Holy Dominus, zo gezegd. Alleen wil ik alles even een stukje laten versnellen. Elke keer waarbij ik nu namelijk klik, pak ik 500 strength erbij. Maar voordat ik mijn nieuwe Dominus krijg, heb ik in totaal 60.000 strength nodig. Dat moet ik er zeg maar nog bij krijgen. Dat gaat natuurlijk een hele lange tijd duren. Tenzij ik de zogeheten spammer koop. Deze spammer zorgt ervoor dat ik op een supersnelle manier heel erg veel strength erbij ga krijgen. En dat is wat ik momenteel ga proberen. Ik vroeg het jullie namelijk aan het einde van de vorige aflevering. Wat zien jullie mij liever doen? Zien jullie mij liever een nieuwe Dominus kopen? Of zien jullie mij liever de spam modus kopen? Waarbij ik heel snel allemaal verschillende soorten nieuwe Dominussen erbij krijg. En mensen zeiden tegen mij, Job, ga voor de spam modus. Want zo krijg je namelijk meerdere nieuwe Dominussen bij. In plaats van dat je er maar 1 krijgt en die zometeen misschien ook niet meer useful is. Jullie zijn slim, jongens en meisjes. Maar dat wist ik natuurlijk ook wel. Dus ik zou zeggen, we gaan ervoor. Ik ga eerst nog even lekker een stukje vliegen. Oh, oepsie. Ja, kijk eens aan. Kijk eens aan, jongens en meisjes. Ik vind het zo leuk dat ik kan vliegen. Dat maakt alles echt een stuk epischer op een of andere manier. Nou, let's go. Ik zet mijzelf. Kan ik mezelf hier neerzetten? Ik kan mijzelf. Oh, maar ik kan gewoon lekker in de lucht blijven hangen, geloof ik. Als ik gewoon in de lucht blijf hangen, kan ik alsnog gewoon mijn ding doen. Ik wil trouwens ook heel erg graag weten wat er op dat rode platform daar te vinden is. Ik zag allemaal verschillende soorten comments van mensen die zeiden, Job, er hangt een rood platform in de lucht. Wat is dat? Gewoon op een of andere manier zijn mensen altijd zo excited wanneer ze dingen zien waarvan ze niet weten wat het is. Dus ik ga kijken of ik er naartoe kan gaan. Waarschijnlijk lukt het niet, want ik vlieg geloof ik tegen de muur op. Maar goed, we blijven gewoon even lekker vliegen, want er zijn een aantal mensen die mij kennen. En anders kan ik niet echt goed mijn verhaal doen. Dus wat we gaan doen, is we gaan deze zogeheten spam modus kopen. En we gaan kijken wat het doet. Ik ben echt heel erg benieuwd. Jongens en meisjes, 2.500 Robux. Bijna 2.500 Robux. Nogmaals, je hoeft geen Robux te kopen om dit spel leuk te vinden. Je kunt het spel ook prima spelen zonder. Maar let's go. Oh, dit is pijnlijk. Dit is pijnlijk. Let's go. Hoe gaat het nu? Gaat het nu inderdaad een stuk sneller? Waarschijnlijk moet ik nu de server eerst weer even uit. En wanneer ik de server dan weer inga, gaat het echt op een super rap tempo. Dan is het gewoon echt. Kennen jullie die piepjes-test nog tijdens het gym? Gewoon dat je de hele tijd door moet? Dat eigenlijk. We gaan het proberen, jongens. Let's go. Ik ben super benieuwd. Daar gaan we. Lukt het? Of moet ik het misschien. Oh! Oh my gosh. Ik kan literally gewoon blijven spammen. Dat is zo nice. Let op, jongens. Dit is mijn muis. Ik kan letterlijk op deze manier ongelooflijk snel. Kijk, rechtsboven in beeld, jongens en meisjes, zien jullie dat ik nu al op de 120.000 zit. We hebben nog maar 11.000 in totaal nodig voor de nieuwe Dominus. En die hebben we nu al gekregen. Oh. Dit is de diamanten. Dit is die diamanten. Deze wou ik zo graag hebben toen ik hem de vorige keer bij iemand anders zag. Hoeveel geeft deze erbij? 162. Dan kan ik sowieso nog steeds beter deze gebruiken. We moeten nog even wachten. En dan krijgen we de Ice Dominus erbij, jongens. Oh, ik heb de Ice gekregen. Oh, gosh. Deze spammodus is het beste wat mij had kunnen overkomen. Dit is echt super nice. De Ice ziet er ook wel heel erg vet uit. Maar nog steeds geeft hij mij niet genoeg strength om te kunnen concurreren met de Holy Dominus. Dus we moeten nog wel een tijdje doorgaan. Dus ik zou zeggen, let's spam. Eigenlijk moet het gewoon een sport zijn.
Dit is legit gewoon een sport. Het zo enorm snel spammen is gewoon literally een sport. Wat nou? Oh my god. Als ik nu zo'n cola koop. Als ik nu zo'n cola koop, gaat het zo snel. Ik wil eigenlijk even uitzetten dat ik het op mijn hoofd heb. Kan ik dat op een of andere manier uitzetten? Nee, helaas niet. Voor de mensen die denken, Job, waarom zou je dat uit willen zetten? Omdat het dan zeg maar geheim blijft totdat ik het aanklik in mijn inventaris welke dominus ik heb. Want anders zie je het namelijk direct al op mijn hoofd spannen. Maar goed, ik denk dat we binnen no time nieuwe gaan hebben, jongens. Oh, wat zijn we lekker bezig. Ik denk dat als ik nu die super cola koop voor 100 Robux, dat zorgt ervoor dat zeg maar elke klik die ik maak 4 keer zoveel strain geeft. Dan ga ik denk ik gewoon echt 3 keer een nieuwe dominus tegemoet lopen. Maar laten we dat doen wanneer we zeg maar de nieuwe hebben gekregen en weer werken voor een nog nieuwere. Dan ga ik dat doen. Oké, let's go. Wat gaat de nieuwe zijn, jongens? Wat gaat... De Domino's Dominus. Ik weet niet of dit is afgeleid van Domino's Pizza. Wat? Dat het er zeg maar uit moet zien als een soort van de pepper. Ja, waarschijnlijk wel. Oh, dit is zo nice. Hoe lang moet ik wachten voordat ik weer een nieuwe krijg? 23.000. Dus als ik nu dit neem en ik ga spammen. Oh my gosh. Hoeveel? Even kijken. Dan kan ik misschien beter deze nemen. Laat me dan deze nemen. Dan heb ik hem ook binnen no time. Let's go. Go. Ga ik hem drinken? En go for it. Oh gosh. Oh gosh. Oh gosh. Ik ga echt binnen no time gewoon een nieuwe dominus hebben. Waarschijnlijk nu al. Ja. De epic dominus. De Wat? Bro. You can't be serious right now. You can't be serious right now. Dit is freaking amazing. Er is alleen wel elke keer een nep-dutstuber die mij achtervolgt. Like, ik vind het niet erg. Oh, hij heeft hem ook. Oké, nu zijn we wel gang-gang. Nu zijn we wel gang-gang. Ja, nu zijn we gang-gang. We zijn gang-gang. Oh, gosh. We hebben 12.000 nodig. Dan krijgen we de ghost. En we hebben de ghost. Jongens, dit spam-gebeuren is echt het beste wat mij had kunnen overkomen. Like, for real. En een geest vliegt. Dus daar moet ik mezelf natuurlijk wel even aan houden. Ik ga mezelf hierboven opzetten. Bam. Jongens en meisjes, dit is echt freaking amazing. Maar nog steeds is de Holy Dominus veel sterker dan de nieuwe Dominussen die ik krijg. Ik ben benieuwd wat de volgende gaat zijn. Ik weet niet wat de volgende gaat zijn. Het was geloof ik... De Glacias is de volgende. Let's go. Oké. Nu begint het epic te worden. Nu begint het echt heel erg epic te worden. De Glacias. Waar staat die? Hier zo. De nieuwe wordt de Lightning. Dan komt de Velvet. Dan komt de Epics. Oh, er zijn er nog zoveel die we tegemoet gaan komen. Let's go, jongens en meisjes. Oh my gosh. 138.000 hebben we hier nog voor nodig. Oké, jongens. Dat betekent dat wij de Super Cola moeten gaan kopen. Als wij de Super Cola gebruiken en we blijven spammen, gaan we zoveel strain erbij krijgen. Let's go. Ik heb zoveel Robux uitgegeven. Ik besef het me eigenlijk nu pas. Ik ben echt die guy. Ik heb voor de eerste keer een beetje geld op mijn rekening. En ik spend het gewoon echt aan de meest idiote dingen. Dat is zeg maar één van de dingen die ik nog moet leren. Sparen. Ik weet niet of jullie het gezegde kennen. Iemand met een gat in zijn hand. Die gewoon alles uitgeeft wat hij binnenkrijgt. Sorry jongens, maar ik hoor daar wel een beetje bij. Let's go. Ik drink hem. En spammen. Oh gosh. Oh gosh. Ik ben sowieso aan het spammen nu. Heel mijn rechterarm is gewoon strak aan het staan. Ah, nice. Hoeveel heb ik nog nodig? Ik heb hem gekregen, de Lightning. Oh gosh, ja. Ik heb gewoon 100.000 strain erbij gekregen door te spammen. Hoeveel geeft deze mij? 245. Nog steeds lang niet beter dan de Holy, man. De Holy is nog steeds in de building gewoon. De Holy is nog steeds in de building. Ik heb 268.000. Ah, 268. Ah, er moet nog 268.000 strain bijkomen. En dan heb ik weer een nieuwe. Ik word de hele tijd achtervolgd door deze Job. Deze namaak Job. Deze namaak Dutchuber van AliExpress. Help mij, jongens. Ik word gestalkt. Ik moet meedoen aan het programma over mensen die gestalkt worden. Ik word gestalkt. Nee, dit is wel echt serieus super nice, jongens. Oh gosh, ik wil hier sowieso nog een nieuwe video van maken. En bij genoeg blauwe duimpjes omhoog op deze video, ga ik dus lekker in de volgende video de Mystic Dominus kopen. Want oh my god, wat heb ik daar zin in. Ik ben heel erg benieuwd wat voor gekke dingen we daar allemaal nog mee gaan unlocken. Maar dit is echt gewoon super nice. Ik kan er niks anders over zeggen. Let's go. Ik ga een game over jou maken. Iedereen die een Dutchuber game maakt in Roblox. Het is leuk, I guess. Ik wil het best wel eens een keer gaan proberen.
Hoeveel heb ik in totaal eigenlijk nog nodig? Ik ben wel benieuwd. Hoeveel heb ik nog nodig? Nog 139.000. Oké, het duurt niet meer heel erg lang. Misschien kunnen we dat beter lekker de volgende video gaan doen. Dan gaan we dus de volgende video erachter komen hoe de Velvet Dominus eruit ziet. Doe nog even een blauw duimpje op deze video als je dat nog niet hebt gedaan. Abonneer op mijn YouTube kanaal als je dat ook nog niet hebt gedaan. En druk even op dat belletje wanneer je geabonneerd bent. Want zo blijf je namelijk echt op de hoogte van wanneer ik weer een nieuwe video upload. Deze DutchTuber99, Job met 2 B's is awesome. Mag ik Robux? Pardon. Like... Ik probeer echt heel erg vrijgevig te zijn. Hoe kan ik jou überhaupt Robux geven? Like, ik zou het graag doen, maar ik weet niet eens hoe. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Adios.